en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video gaan we echt iets mega leuks doen en ik heb er zelf echt super veel zin in. Deze video staat namelijk helemaal in het thema van nagels en ik heb echt nog nooit een video gemaakt helemaal over nagels of over nagels lakken of iets in die richting. Dus ik vind het heel erg leuk. Ik heb zelf echt super slechte nagels. Ik heb hele korte nagels en mijn nagels zijn heel slap, dus ze breken echt heel snel af of scheuren heel snel in. Vandaar dat mijn nagels ook heel kort zijn. Ik laat mijn nagels eigenlijk ook nooit doen. Gewoon omdat ik dit zelf best wel prijzig vind. Omdat je het natuurlijk bij moet houden. Waardoor het best veel geld kost op een gegeven moment. En ik dacht, er zijn vast meer mensen die gewoon hun nagels thuis zelf lakken. Zelf lak ik dus mijn nagels gewoon met nagellak. En ik doe eigenlijk mijn nagels altijd maar gewoon in één kleurtje. Maar ik dacht, je ziet altijd van die superleuke Pinterest foto's met nail art. En vooral in de zomer met leuke kleurtjes. Dus ik dacht, waarom doe ik dat ook gewoon niet zelf? Dus vandaar dat ik ook dacht van, laat ik er een video van maken. En in deze video ga ik dus deze superleuke nail art ideeën met jullie delen. Ik heb ze zelf ook gevonden via Pinterest. Dus alle credits naar de mensen die de nagels hebben gedaan op de foto's gaan natuurlijk naar hun. Ik heb er zelf echt mega veel zin in. Deze nail art ideeën zie je nu ook echt super veel voorbij komen. Ze zijn nu echt helemaal trendy en ik vind ze zelf echt super leuk. Dus heb je er zin in, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog en dan gaan we nu snel beginnen. Oké, we gaan beginnen met de allereerste nail art en deze is eigenlijk echt nog heel erg simpel. Kijk, dit is hem. Het is gewoon een soort gradient nail art. Je hebt eigenlijk ook helemaal niet heel veel nodig en het is in principe ook nog niet per se echt een nail art. Wat je eigenlijk nodig hebt zijn gewoon 5 verschillende kleuren van dezelfde kleur. Heel onlogisch misschien, maar ze hebben hier bijvoorbeeld gekozen voor blauw. En dan heb je eigenlijk 5 verschillende kleuren blauw nodig, die net een tintje anders zijn. Je kunt het echt met alle kleuren doen. Je kunt bijvoorbeeld met roze doen, paars, oranje, groen, echt met alle kleuren. Voor mij is het ook echt de allereerste keer dat ik deze nail art ga proberen. Dus het kan ook echt goed mislukken. Maar voor deze nail art heb ik eerst eventjes al mijn nagellakjes bij elkaar gedaan. Ik heb namelijk hier al mijn roze nagellakjes neergezet, hier de oranje en hier de blauwe. Om te kijken waar ik nou de meeste nagellakjes van had en waar ik deze nail art het beste mee kon namaken. Je kunt zien, ik heb eigenlijk niet heel veel dezelfde kleuren, maar hieruit heb ik dus een keuze moeten maken. Ik vond dat de roze wel goed ging, maar ik vond die een beetje te donker. Dan heb ik oranje. Ik denk dat ik dus oranje ook ga namaken, want ik vind die denk ik het beste. En dan hebben we blauw, maar ik had eigenlijk maar echt 4 kleurtjes blauw of 3. De andere was namelijk meer groen en de andere was meer paars. Dus oké, ik vind het echt heel lastig, maar ik denk dat ik gewoon een oranje ga proberen. En stel de oranje mislukt of ik vind hem net niet goed genoeg, dan kan ik natuurlijk altijd de roze versie nog proberen. Dus laten we gaan beginnen. Dit zijn de nagellakjes die ik ga gebruiken voor deze nail art. Er zijn er dus in totaal 5. Ik heb ze ook alvast eventjes op volgorde gezet van kleur, hoe ik ze dus ook ga gebruiken op mijn nagels. Kijk, je kunt zien, je begint dus met een heel licht kleurtje. Dit is de kleur Not Just a Pretty Face van Essie. Dan hebben we dit lakje van Rimmel Rita Ora in de kleur 408 Peachella. Dan hebben we deze supermooie oranje kleur van Essence. Dit is de Tangerine Ahead. Dan weer een kleurtje van Rimmel van de Rita Ora collectie, namelijk 413 Origina. En als laatste een kleurtje van Essie, namelijk de kleur Sunday Funday. Kijk, dit is even een close-up van mijn nagels. Ik had namelijk echt iets superdoms gedaan. Mijn nagels zien er namelijk echt niet uit qua kleur als hoe ze er normaal uitzien. Ze zijn namelijk aan de bovenkant gewoon best wel rood. Of oranje of hoe je het ook wil noemen. Maar dat komt omdat ik de afgelopen 2-3 weken constant een rode nagellak op heb gehad. Zonder dat ik een base coat had gebruikt. Dus je kunt het al raden, mijn hele nagels zijn verkleurd. Het is echt nog veel erger geweest, maar ik heb ze er dit weekend al afgehaald. En ik heb de hele tijd geen nagellak op gehad. Zodat het eventjes een beetje kon bijtrekken. Maar het was zo erg afgelopen weekend dat het gewoon letterlijk glow in the dark leek. Het was echt super erg. Maar we hebben natuurlijk eerst de verzorging van de nagels. En eigenlijk doe ik niet heel veel. Ik ga ze heel eventjes een beetje bijveilen met een glasvel. Deze is van Essie. Voor deze video ga ik trouwens ook alleen mijn linkerhand, steeds schilderen. Maar het is nagellakken. Omdat ik anders gewoon veel te lang bezig ben. En na deze nail art film ik gelijk de andere nail art. Dus het gaat steeds gelijk weer af. En dan vind ik het gewoon zonde als ik deze hand ook ga doen. Dus ik ga als eerste beginnen met veilen. Ga ik nu door met deze base en topcoat van de Kruidvat, maar in principe kun je gewoon iedere base coat gebruiken.
Oké, de base coat is opgedroogd en dan ga ik nu verder met echt het nagelslakken. Ik ben zelf echt heel erg benieuwd hoe deze kleurencombinatie is. Op papier ziet het er wel leuk uit, maar op de nagels kan dat natuurlijk nog altijd anders zijn. Dus we gaan gewoon lakken en ik ga gewoon beginnen met de lichte kleur en dan ga ik zo naar de donkere kleur. Oké, het allereerste laagje zit er nu op en ik vind het er echt super leuk uitzien. Ik ga sowieso nog even een tweede laagje doen. Misschien moeten een paar nagels ook wel een derde laagje. Maar ik vind het in ieder geval echt super leuk en vrolijk uitzien. Ik ga deze Douglas Nail Corrector pen gebruiken voor als ik geknoeid heb. Zo langs mijn nagels. Ik heb namelijk hier een beetje langs mijn nagels geknoeid. Vooral ook bij mijn duim. En het is heel handig om dat met zo'n pen weg te halen. Essence heeft deze dingen ook. Dus heel erg handig en zijn heel goedkoop. En dit is dan het eindresultaat van de nagels. Ik vind het er zelf echt super leuk uitzien. Echt lekker vrolijk. En het is gewoon net even iets anders dan gewoon één kleurtje. Dan gaan we alweer door met de tweede nail art. En deze vind ik echt zo mega leuk. Ik denk misschien wel dat als deze lukt dat dit mijn favoriete nail art is. Kijk, dit is namelijk de volgende nail art. En dit zijn dan de nagellakjes die ik uiteindelijk heb gekozen. En die ik dus ook ga gebruiken voor deze nail art. Als eerste weer de base en topcoat van de Kruidvat. Dan vervolgens dit kleurtje van Kiko. Dit is echt zo'n mooi blauw kleurtje. Hij is ook iets feller dan dat hij nu lijkt. Dit is de kleur 27. En als laatste hebben we dan weer deze kleur van Essie. Dit is de Not Just a Pretty Face. Dit is gewoon echt zo'n fijne nude kleur. Dus deze. En ik ga nu eerst weer beginnen met de base coat. Zo, super simpel en snel gedaan. Dan ga ik nu mijn duim, pink en ringvinger lakken met dit kleurtje. Lak ik nog de twee overige nagels, dus in dit geval de middelvinger en de wijsvinger, lak ik in deze nude kleur. Je kunt zien dat deze nagellakjes allebei echt niet heel goed dekken. Vooral die nude moet echt gewoon 2-3 laagjes minimaal hebben. En deze blauwe dekt ook niet heel goed, dus die moet denk ik ook nog wel 2 laagjes hebben. Oké, mijn nagels zijn bijna zo goed als opgedroogd. Alleen deze misschien nog net niet, maar ik denk dat het op zich wel kan. Dus we gaan nu beginnen met het stipje. Dus ik pak hier de grootste van, het grootste bolletje. Volgens mij kun je dit ook gewoon doen met een bobbypin, maar we gaan het gewoon even doen met die tool. Ik zet de dop van de nagellak gewoon zo neer en dan pak ik het puntje en die dip ik hier gewoon in zo. Ik ga het gewoon doen. Ik zet gewoon een stipje, even nog een beetje erbij. Kijk even hoe mega leuk dit eruit ziet. Dit is toch geweldig. Oh, dit vind ik echt mooi. I love it. Kijk hoe prachtig. Oké, deze nail art is echt mijn favoriet. Hoe leuk ziet het eruit? Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Je hebt het heel snel gedaan. Maar ik vind het gelijk echt zo mega leuk. Dus I love it. Ik wil hem er echt op laten. Maar ik moet nog meer nail arts maken. Dus het gaat er weer af. Maar ik ga deze nail art sowieso vaker namaken. I love it. Oké, we gaan door met de volgende nail art. Deze is super leuk en ook heel bekend. Ik denk dat heel veel van jullie deze ook kennen. Van deze heb ik even een screenshot. Maar dit is dus de French Tip nail art. De French Tips zijn echt super bekend. Heel populair. Ook nu vooral in de zomer met van die leuke kleurtjes. En dit is er dan ook nog eentje die de nagels echt volgelakt heeft. Dus er zijn 3 nagels French Tip. En er zijn 2 nagels gewoon gelakt. Maar je hebt ook echt nagels met gewoon helemaal French tip. Kijk, ik had deze gezien en die vond ik echt super mooi ook. Maar ik ga die andere namaken. Het is namelijk mijn allereerste keer dat ik French tip doe. Ik heb het nog nooit gedaan en het lijkt me super lastig. Ik heb verschillende manieren opgezocht hoe je het kon doen. De meeste doen het met een penseeltje, een heel dun penseeltje. Die gebruiken ze voor meer nail art dingetjes. Maar ik kon die nergens vinden. Ik heb geen idee waar je iets koopt. Dus dat was al lastig. En sommigen doen het ook echt met het kwastje van de nagellak zelf. Maar
dat kwastje is zo dik, dat gaat me niet lukken. Dus ik heb een ander kwastje gevonden. Dit is gewoon een wenkbrauwkwastje van de Douglas Mini. Ik denk dat het hiermee moet lukken. Ik ga het in ieder geval proberen, omdat deze gewoon best wel dun is. Ik heb het dunste kwastje gepakt wat ik had. Nou, dat is dit. Ik hoop dat het gaat lukken, dus laten we gaan beginnen. Dit zijn de nagellakjes die ik voor deze nail art ga gebruiken. Natuurlijk weer de base en topcoat. Dan weer dit kleurtje van Essie. En ik heb dit kleurtje van Kiko. Een super mooi groen kleurtje. Een beetje sage green. En deze is in de kleur 153. Oké, de base coat zit er weer op. En die is lekker opgedroogd. Dus we gaan nu nagels lakken. Oké, ik heb er even een dubbele laag gedaan. Dus dit zijn twee laagjes van de roze en twee laagjes van de groene. Het is nu opgedroogd, dus ik ga nu door met de French tip. Ik hoop echt zo dat het me gaat lukken. Ik ga echt mijn best doen. Maar ik ga dus weer even het kwastje op de tafel neerzetten. En dan ga ik dus met dit kwastje een nagellak pakken. En dan ga ik een lijntje zetten. Dus ik hoop dat het goed gaat. En dit is dan het eindresultaat van deze nail art. Ik vind hem niet super goed gelukt. Maar ja, ik vind deze nagel wel heel goed. Kijk, de ringvinger is echt perfect. De middelvinger ging helemaal mis. En de duim die kan op zich wel. Dus ik vind het wel echt een hele leuke nail art. En ja, in principe kun je hem dus ook thuis doen. Het is misschien wel een beetje lastig. Maar ja, ik vind hem wel echt super leuk. En French tips zijn nu natuurlijk helemaal trendy. Dus ja, super leuk. En dit was dan de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ben zelf super blij met al deze nail arts. Ze zijn echt super goed gelukt, vind ik zelf. Ik ben namelijk echt geen pro in nagels. Mocht je daarom ook tips voor mij hebben qua verzorging van de nagels of hoe ik het beter kan lakken, laat me dat zeker altijd weten. Tips zijn altijd welkom. Ik hoop in ieder geval dat ik een van jullie heb geïnspireerd om dit ook te gaan doen. Ik vind het zelf heel erg leuk. Het is gewoon net wat anders dan een normaal basic lakje op je nagels. Dus ik vond het zelf heel erg leuk om dit te doen. Mocht jij een van deze designs ook gaan namaken, stuur me dan zeker een foto via Instagram. Dat zou ik echt super leuk vinden om gewoon te zien hoe jullie je nagels lakken. Dus vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even onder het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je zeker niet te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe shopvlogs, vlogs en bijvoorbeeld van dit soort video's. Dus doe dat zeker. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!